Oké, okay, goedemorgen iedereen. Albert, ik snap dat je het graag over je boek wilt hebben, maar uh, ik heb hem al gekocht. En het is de hoogste tijd dat ik mijn mening gegeven, dus ik ga jou even uitzetten en dan kijken we daarna verder. De mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Roy Poots van Roy's.nl Photography. Normaal gesproken gaan we naar buiten, beleven we de gekste avonturen, lopen we op daken in Rotterdam, lopen we in de mooiste gebieden van de wereld. Maar zoals jullie waarschijnlijk zelf ook ervaren, kunnen we ons steeds minder goed bewegen. Dus komen er steeds meer product reviews en ook boekbesprekingen zoals deze. En dat heb ik nog niet eerder gedaan, maar ik heb zoveel berichten van jullie gehad. Ga alsjeblieft eens een keer dat boek bespreken. Um, ik wil hem kopen, maar ik weet niet of het het waard is. Ik snap al die vragen. Vandaar dat ik heb besloten om in het diep te springen en deze review voor jullie te maken. Waarschijnlijk zijn jullie net als ik in deze gekke tijden gekluisterd aan huis. En wat is er dan mooier als in deze tijd precies twee boeken worden uitgebracht die ons fotografen echt enorm gaat interesseren. Ik heb het natuurlijk over Booscapes van Albert Dros. En ik heb het natuurlijk over. Woodscapes van Ellen ten Borchelen en Danielaan. En in deze video gaan we Woodscape's behandelen. Wil je de recensie zien van Woodscapes? Kijk dan even rechtsbovenin en als daar nog niks staat, dan komt die binnenkort. Pixfactory is een moederbedrijf van onder andere Natuurfotografie.nl en Reisfotografie.nl. En daarnaast organiseren ze ook nog eens Pixperience. Dat is een evenement wat altijd naast Professional Imaging plaatsvindt. Dat is helaas niet doorgegaan. Ik zou natuurlijk zelf ook bij Professional Imaging zijn. Samen met de GVM Partners. Ik zou daar staan met een soort eigen standje. Heel jammer dat het niet doorgaat. Maar dat zou de officiële launch zijn van dit boek. En toen hebben PixFactory en Albert samen besloten om een webinar te geven. Om op die manier alsnog het boek officieel te lanceren. Ik heb dit webinar zelf bijgewoond. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het een leuke en creatieve manier vind. Om toch uh, de juiste aandacht te geven aan het boek. Wat hij eigenlijk wel verdient. En over Pixperience gesproken. Er is... Een nieuwe datum gepland voor Pixperience. Uh, dat wordt zaterdag 24 oktober 2020. En Pixperience gaat plaatsvinden bij Congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk. En normaal gesproken is dat natuurlijk tegelijk met Professional Imaging. Maar Professional Imaging zelf is doorgeschoven naar eind maart volgend jaar 2021. En om het boek te kunnen uitbrengen hebben we natuurlijk twee elementen nodig. En dat is één, de uitgever, de Pix Factory, die hebben we net besproken. En twee, de schrijver. En de schrijver, daar gaan we het nu over hebben, namelijk Albert Dros. Hij heeft op verschillende social media echt enorm veel aandacht. Maar mocht je Albert toch niet kennen? Voor de mensen die mij nog niet kennen: mijn achtergrond is. Uh, ik heb een designachtergrond. Ik heb uh, fotografie eigenlijk ontdekt. Uh, toen ik uh, acht jaar geleden in, uh, in Hongkong woonde. Ja, toen uh, heb ik twee jaar in Hongkong gewoond. En voor mij is het daar allemaal begonnen. Want Hongkong, dat, dat nodig je gewoon uit om, om alles vast te leggen. Uh, goed, op een gegeven moment kwam ik dus weer terug uh, in Nederland. En toen, uh, ja, toen heb ik mijn fotografie gewoon voor, voortgezet. Dus ik heb het in, in Hongkong ontdekt. Nou, en nu ben ik dus uh, 24/7 landschapsfotograaf. Ik, uh, ik doe eigenlijk niks anders. En in dit boek gaat hij dus die fotografiegeheimen delen met ons om ook die wow factor in onze eigen foto's toe te kunnen passen. En ik ben erg benieuwd wat dat voor mij betekent. Of dat mijn eigen fotografie. Niveau ook omhoog kan halen. Het is een boek met een harde kaft. Het boek A4-grootte, denk ik. Dus uh, het is op zich wel uh, een, een mooie grootte, ook voor de foto's, die komen op die manier mooi uit. En het boek telt in totaal 204 pagina's. Het is best wel een dik boek. Ik ben niet zo'n boekenworm dus het is eigenlijk al een wonder dat ik dit ding heb gekocht. Maar dat laat ook wel, misschien wel een beetje zien wat voor verwachtingen ik eigenlijk heb van dit boek. De verkoopprijs van dit boek is overigens op dit moment 34,90 euro, voor zover ik heb kunnen zien. Um, hij was in de voorverkoop met korting verkrijgbaar, maar die is nu weg omdat de voorverkoop natuurlijk over is. Dus nu kan je hem voor 34,90 euro kopen. Ook dat linkje zal ik in de description plaatsen, zodat je vanuit hier makkelijk de aankoop zou kunnen doen. En als we dat boek gaan inbladeren, om ook de kwaliteit van de bladeren zelf te kijken, dan zien we dat het een, ja, een mooie papiersoort is die is gebruikt. Dit is natuurlijk niet zo'n fotoboek als die wij maken, uh, vol met foto's van die we ooit hebben gemaakt. en ja, waar je eigenlijk verder niks aan hebt als je een andere fotograaf bent. Maar dit boek is vol met foto's en met behind-the-scenes foto's, zodat je enig inzicht hebt in hoe hij te werk is gegaan. Ik denk dat het beginnen met visie als hoofdstuk 1 wel heel goed is, want je wil natuurlijk zorgen dat de lezer gaat kijken met een fotografisch oog. Dus. Continu de wereld scannen van waar zit een foto in, waar zit geen foto in. Welke condities heb ik nodig voor bepaalde foto's. Kijken naar details en misschien ook wel het maken van een bucketlist. En wat ik ook wel bijzonder vind is dat er een stukje in staat over soms lukt het even niet. Wij denken altijd als we zo'n foto zien van wauw die gast die maakt alleen maar killer shots. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hij gaat heel vaak op pad, komt terug met niks. Alleen die zien wij dan niet omdat hij die gewoon niet publiceert. Heel simpel. Dus daar is ook een klein stukje over gewijd. En krijgen wij als amateurfotografen toch wel een soort binding. Want blijkbaar lukt het bij de pro's ook gewoon niet altijd. Net als bij ons. Dus dan voelen we ons tenminste in ieder geval niet zo alleen. Tenminste, ik heb dat gevoel dan. Laatst was ik bijvoorbeeld zelf naar het oud dorp in Zeeland. En nou ja, ik had zoveel luchtvervuiling dat ik eigenlijk heel de melkweg niet zat. En ik voelde me zo verloren. Ik was om 4 uur op locatie. Dat betekent dat ik om 3 uur was weggegaan. En uiteindelijk kom ik gewoon zonder echt bruikbaar shot terug. En het is dus voor mij heel fijn om te lezen dat ik niet de enige ben die daarmee te maken heeft. Het volgende hoofdstuk gaat over planning en voorbereiding. En dan praten we specifiek over inspiratie, over locaties. En met locaties bedoel ik dan bijvoorbeeld Google. Hoe kan je via Google de locaties scouten? Maar ook hoe kan je bijvoorbeeld via internet de locatie achterhalen om inspiratie op te doen van foto's van anderen? Daarnaast ook het gebruik van je apparatuur. Iedereen heeft andere apparatuur en dat is op zich niet erg want je kan echt wel met nou, de meeste apparatuur gewoon echt geweldig mooie foto's maken. Alleen waar het om gaat is dat je snapt wat de beperking is van jouw specifieke apparatuur. Heb je bijvoorbeeld een hele oudere camera, dan kan het zijn dat je dynamisch bereik heel klein is. Maak dan meerdere shots, onderbelicht, normaal en overbelicht, zodat je die samen kan voegen. Waarbij iemand anders met een hele nieuwe camera, dat bijvoorbeeld in één shot zou kunnen doen. Dat is allemaal niet erg, maar als je dat weet, dan kan je dat tenminste overkomen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor als je een camera hebt die heel veel ruis... Uh, voorzaakt. Dat is ook niet erg, maar maak dan meerdere shots... zodat je die, uh, die foto's samen kan voegen en die ruis eruit kan filteren. Er staat ook een stukje in over planning. En dan vooral over het plannen van het weer. Maar ook over de kleuren die je kan gebruiken in een foto. Dus ik heb bijvoorbeeld een... Warme voorgrond, ik wil dan een koude achtergrond. Hoe combineer ik die dan? Maar er staan ook hele specifieke tips in over het plannen van de melkweg. Maar ook over het plannen van bijvoorbeeld reflectie-shots of mist. Hoe doe je dat dan? Hoe kan je dat plannen? Dat is allemaal terug te vinden in het hoofdstuk van planning. We hebben dus visie gehad, we hebben planning gehad. En als je dat allebei hebt gedaan, dan kan je over naar de locatie, dus naar de uitvoering. En waar praat je dan over bij een uitvoering? Dan praat je natuurlijk over hoe kader je je foto, welke compositie neem je. En ook daar staan dus tips over in. Welke compositie moet ik nemen? Wat voor voorgrond neem ik? Uh, leading lines, wat doe ik daarmee? Neem ik wel of geen reflecties? Neem ik niet alleen maar liggende foto's, maar ook een keer staande foto's? Hoe kreeg ik diepte in mijn foto? Dus er zijn best wel hele bruikbare tips um, die je tijdens je uitvoering kan gebruiken op in de praktijk. Maar bij uitvoering wordt het natuurlijk ook een stukje apertuur En ook daarin geeft hij advies. Over welke apparatuur je het best kan gebruiken. Gebruik ik een telefoto? Gebruik ik een ultra extreem wide angle lens? Dat kan natuurlijk ook. Om bepaalde composities te bereiken. Hoe ga je om met filters? Gebruik je wel of geen filters? Dus eigenlijk komt het erop neer. Wat zijn de gear essentials die je nodig hebt. Om de wow factor in jouw foto uh, te creëren. En het laatste stukje waar het over gaat in dit hoofdstuk. Is over het combineren van technieken. Waar Albert eigenlijk continu op hamert, Is dat je kijkt met het oog. Alsof je het resultaat al weet, alleen je moet even kijken hoe je dat resultaat kan bereiken. En soms kan dat zijn door bijvoorbeeld focus stacking toe te passen. Dus dan moet je bijvoorbeeld drie verschillende foto's maken. Op de voorgrond, in het midden en op de achtergrond, zodat je één hele scherpe foto hebt. En met dit soort dingen moet je natuurlijk al rekening houden in de uitvoering. Vandaar dat het ook in dit hoofdstuk naar voren komt. Maar het is op zich wel een belangrijk stuk, want... Als ik naar mezelf kijk, zou ik eigenlijk ook vaker stacking toe moeten passen. Ik weet op zich wel hoe het moet, alleen ik denk op dat moment niet aan. Dus het is wel fijn dat je dit soort dingen dan terugziet in zo'n boek en dan denkt: van ja, volgende keer ga ik daar zeker iets mee doen. Het ene laatste hoofdstuk nabewerking gaat uiteraard over hoe ver kan je gaan met nabewerking. Iedereen heeft daar een andere mening over. Sommigen vinden dat het uit de camera goed moet komen. Sommigen vinden dat je niks mag verwijderen. Sommigen vinden dat je niks mag toevoegen. Iedereen heeft daar eigenlijk zijn eigen mening over. En Albert heeft daar ook een klein stukje in dit boek over toegelicht. Wat zijn visie daarop is. Dat hoeft niet per se jouw visie te zijn. Maar je kan het wel meenemen in jouw gedachtegang natuurlijk. Verder zie je heel duidelijk dat als Albert een foto benadert, dat hij een soort puzzelstukje maakt van de foto. Uh, dit deel is onderbelicht, daar moet ik wat mee. Dit deel uh, moet andere kleuren krijgen. Dit deel uh, moet ik meer uitlichten. Dit deel moet ik donkerder maken, want dat is eigenlijk loze ruimte. En zo zie je precies dat hij elk stukje lokaal eigenlijk aanpakt. En op die manier één gehele foto maakt. En dat is wat er ook naar voren komt tijdens dit stukje van nabewerking. Maar verder gaat het ook over uh, verdere tips bij nabewerking het gebruik van bijvoorbeeld een Orton effect maar ook andere dingen die een finishing touch geven aan je foto, maar ook bijvoorbeeld het werken met meerdere beelden om één mooie foto te maken. Dat kan zijn door middel van luminosity mask, dat komt ook voor uh, in dit boek, maar het kan ook zijn door gebruik van focus stacking, wat ik net al zei. Maar er komt ook bijvoorbeeld een stukje melkweg voorbij, waarin een speciale tool wordt gebruikt om alle noise weg te halen, zodat je één foto hebt zonder noise terwijl je eigenlijk meerdere foto's hebt gemaakt. Maar er staat ook een stukje in dit hoofdstuk over het werken met meerdere foto's die samengevoegd worden tot één foto. En dan kan je het hebben over HDR, maar eigenlijk is luminosity masking een stuk efficiënter. En daarbuiten kan je natuurlijk ook meerdere foto's gebruiken om, zoals ik net al aangaf, focus stacking te toepassen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook noise stacking, zodat je uiteindelijk een uiteindelijke foto krijgt zonder noise. Als je in hele donkere gebieden bent en je moet hem tot ISO 3200 pushen bijvoorbeeld. En er staat een stukje in over start trailing, zodat je van die mooie bogen krijgt over je landschap heen. En welke software die daar dan voor gebruikt, zodat jij ook dat soort foto's kan maken. Uiteraard gaat het ook een stukje over Luminar, waar um, Albert altijd vrij goed mee samenwerkt. En onthoud één ding: elk beeld is anders en verdient de andere aanpak. Uiteindelijk is het wel mooi als je als fotograaf eenzelfde soort beeld kan creëren over al je foto's. Alleen het identificeren van problemen. Die zal bij elke foto anders moeten, dus er is eigenlijk niet één volledige aanpak. Het is het bestuderen van de foto en dan de kernpunten aanpakken en dan de finishing touch en dat wordt dan jouw sausje over de foto's heen, zodat al je foto's ongeveer dezelfde stijl hebben. Bijvoorbeeld op Instagram is dat super mooi als al je foto's ongeveer dezelfde stijl hebben en als mensen natuurlijk die foto's herkennen. En het laatste hoofdstuk inspiratie zijn eigenlijk twaalf van zijn beste foto's denk ik. Um, waarin hij het verhaal achter de foto vertelt. Een foto is natuurlijk niet zomaar gemaakt, dat hebben we wel gemerkt aan dit boek. Dus hierin vertelt hij uh, wanneer is de foto gemaakt, wat was de planning, uh, wat was de gedachtegang, waarom heeft hij bepaalde keuzes gemaakt. Dat soort dingen kan je allemaal terugvinden in dit hoofdstuk. En ik denk dat het ook heel leuk is om te lezen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, zodat je daar zelf ook iets mee kan. Soms zijn het namelijk dingen waar je zelf nooit aan zou hebben gedacht. Maar als je dat dan leest, dat het op die manier is aangepakt, denk je van oké. Okay, dat zou ik volgende keer kunnen gebruiken als mij zoiets in de praktijk overkomt. Nu we de inhoud van het boek hebben behandeld, kan ik concluderen dat het niveau eigenlijk voor de gemiddelde tot gevorderde fotograaf is. Waar de meeste boeken, zeker voor beginners, heel veel informatie afdoen als technisch geneuzel. Denk ik dat het juist voor deze groep heel onnuttig kan zijn om deze informatie dus wel te hebben. En die informatie vind je in het boek. En ben je dus beginnen en ben je eigenlijk op zoek naar wat doet sluitertijd, wat doet diafragma. Ja, dat zou je allemaal niet vinden in dit boek. Sterker nog, bij de foto's in dit boek staat niet eens een exif. En dit is ook een bewuste keuze geweest van Albert, want hij is ervan overtuigd dat een camera slechts een tool is. En het oog hebben voor compositie en het juiste moment eigenlijk veel belangrijker zijn. Ik kan aangeven dat dit boek mij zeker heeft geïnspireerd. En wat ik eigenlijk super tof vind om te zien is dat Albert reist de hele wereld rond. Hij komt op de allermooiste plekken. Als reisleider, als gids. En als je dan toch ziet dat meer een deel van zijn foto's eigenlijk uit Nederland komen, inspireert dat me eigenlijk wel om ook vaker om me heen te kijken. Het liefst wil ik ook zoveel mogelijk naar het buitenland. Ik was natuurlijk laatst in IJsland, ik was in Dolomieten. ik was in Toscane. Ik probeer zo vaak mogelijk weg te gaan en daar foto's te maken. Maar je ziet maar dat eigenlijk je ook gewoon thuis de mooiste foto's kan maken. Ik denk trouwens dat Albert niet alleen mij heeft geïnspireerd. Laatst was namelijk bijvoorbeeld de Superman. En in dit boek komt de Superman naar voren als voorbeeld ter inspiratie. Daarin staat namelijk: bij de Superman ga nou eens gewoon bij de kerk in jouw buurt de Superman fotograferen. Precies op de top van bijvoorbeeld de kerk, zodat je een hele mooie Superman hebt met een mooie compositie. En je raadt het al, Facebook en Instagram stonden vol met foto's van de Superman bij de lokale kerk. Dus ik denk dat dit boek zeker mensen heeft geïnspireerd. En ik kan niet ontkennen dat het ook mij heeft geïnspireerd. Want ik heb ook met een ander oog naar mijn buurt gekeken. Ik ben er ook op uitgegaan op een andere manier. En je ziet dat je toch terugkomt met andere resultaten. Je bereikt een ander publiek. En ook op die manier kan je dus eigenlijk andere mensen bereiken. Want misschien kom je bij een lokale krantje. Uh, misschien hebben mensen wel iets van je nodig. Lokale ondernemers die elkaar weten te vinden. Dus er zit zeker wat in om ook op die manier te kijken. De houdbaarheid van een boek vind ik eigenlijk super belangrijk. Ik vind het namelijk heel vervelend als ik een boek koop. En vervolgens leg ik hem in de kast en natuurlijk is het wel leuk dat ik hem af en toe kan inkijken van goh, wat staat erin. Maar waar dit boek eigenlijk in verschilt, is dat het ook een soort naslagwerk is. Want ik kan me voorstellen dat je niet elke dag foto's maakt van de melkweg. Maar als je dus wel een foto wil maken van de melkweg, dan kan je in dit boek even opzoeken van goh, wat staat erin over de melkweg, over planning. Um, wat, waar moet ik rekening mee houden tijdens het shooten van de Melkweg? En bij de nabewerking, wat voor tools gebruikt Albert dan om dan het beste naar voren te krijgen van de Melkweg? Dus het is niet een boek wat je eenmaal leest en over is. Nee, je kan het dus later ook als naslagwerk gebruiken. En dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Ik vind het een mooi boek. Ik heb hem eigenlijk direct besteld toen ik wist dat hij uitkwam. Nogmaals omdat ik Albert dus hoog heb zitten. En ik benieuwd ben naar zijn tips en trucs. Om mijn eigen fotografie op een hoger niveau te krijgen. Ik wist niet of een boek daarbij zou helpen, maar ik moet eerlijk zeggen. Dit boek overtreft eigenlijk mijn verwachtingen. Want ik had eigenlijk verwacht dat het wat globaler zou zijn. Dat er wat minder diepgaande informatie over zou staan. En dat hij wat meer voor zichzelf zou hebben gehouden. Maar ik heb niet per se het idee dat hij bepaalde trucjes alleen voor zichzelf heeft gehouden. Dat schrijft hij natuurlijk ook in het voorwoord. Dat hij geen geheim heeft en dat hij dat met iedereen wil delen. Maar als ik het boek achteraf reflecteer. Dan denk ik dat hij daarin wel gelijk heeft en echt al zijn kennis wel in dit boek heeft gestopt. Dus ben ik achteraf blij dat ik dit boek heb gekocht. Jazeker. Ten eerste omdat we toch de hele dag binnen moeten zitten. Dus ik heb ruim de tijd gehad om dit boek te lezen. Daarnaast uh, support ik uh, Albert op die manier. Want hij kan natuurlijk geen reizen meer doen. Hij zit thuis en hij zal niet omkomen van de honger. Maar goed, ik vind het een kleine moeite om dit boek te kopen. Om hem op die manier te steunen. En daarnaast. Wat ik dus nogmaals heel belangrijk vind, is de houdbaarheid. Het is niet een boek wat je één keer leest en vervolgens weglegt. Nee, als ik volgende keer een shot plan, dan check ik even in het boek of er nog extra tips en trucs in staan die ik misschien over het hoofd heb gezien. Die ik dan vervolgens toe kan passen in mijn eigen fotografie. Dus ik ben daar eigenlijk wel super blij mee. En voor die 30, 35 euro denk ik ja, daar wil ik het ook niet voor laten. Ik hoop dat jij ook wat hebt gehad aan deze recensie over dit boek. En mocht je hem nou willen bestellen. Check dan even in de beschrijving. Daarin staat een linkje naar de website toe om hem te kunnen bestellen. Bij deze wil ik jullie ook bedanken voor het kijken. De volgende keer zal ik recensies doen over Woodscapes van Ellen Borg en Daniel Laan. Van Woodscapes weet ik nog minder. Dus daarin zal ik waarschijnlijk nog meer informatie halen die ik kan gebruiken. Maar ben je nog niet geabonneerd, druk even op die button. Abonneren zodat je ook die video niet gaat missen. En dan wil ik jullie bij deze bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.